Dat zal hij niet doen. 140! Dat hopen we niet, nee. Na 12 darts weer op top. De motor begint te lopen. Het gaat allemaal wat soepeler. Het lijkt erop. 99! Raymond, you require 40. Yes, that's game shot. 2-0 voor nu in de derde set. Maar Clark mag beginnen. Maar die heeft tot zijn leedwezen moeten constateren dat de voorgaande 5 legs allemaal naar Van Barneveld gingen. Ja, en de gemiddelde van Barneveld lijkt er ook eindelijk weer een beetje op. 16 keer 100, 7 keer 140, 3 keer 180, ruim 97. Dus dik 32 per pijl. En Matt Clark die blijft eigenlijk een beetje op het gemiddelde schommelen waar hij op zat. Ruim 81. 180. Zo krijg je het gemiddelde niet naar beneden. De vierde 180er voor Van Barneveld. Clark leeft nog een beetje. 177. Een mooie score. Kan niet meer op een finish komen. Althans kan nog wel, maar heeft dan wel een triple nodig. Keek even of dat ook zondag kon. 85. Zit er weer wat geruster bij, Sylvia. Eindelijk weer eens een leg te winnen. Op 20 een dubbel 15. Blijft op de 20. Dubbel 5 nu. 85. Raymond, you require 116. 116, triple 20, 20. En dan zijn favoriet, dubbel 18. 18. Deze keer niet. Hij zit er rot voor Raymond. Raymond die gooit zijn pijlen niet makkelijk onder de ander door. Gaat het vanaf de zijkant proberen nu. 16. Matt, you require 5. Dubbel 2 om eindelijk een leek te pakken. Voorgaande 5 gingen naar Van Barneveld. Dubbel 1. No score. Raymond, you require 56. Dubbel 18. 20. Daar staat hij zelf ook een beetje van te kijken dat hij 2 kansen op dubbel 18 liet liggen. Dubbel 2. Dubbel 1. No score. Raymond required 36. Nou, dit moet toch lukken? Yes, that's game shot. And the third set. En zo komt Raymond van Barneveld met 2-1 in sets 4. En heeft nu dus 6 legs achter elkaar gewonnen. En dit moet normaal gesproken de 7e achtereenvolgende zijn. Als Van Barneveld zelf aan deze set mag beginnen. En dat doet hij met zijn 5e 180er van de wedstrijd. En statistieken naar 3 sets. Van Barneveld 16 keer 100, 7 keer 140, 5 keer 180.
Delven 95-61 gemiddeld. Zeer respectabel. En Matt Clark 12 keer 100, 4 keer 140, 1 keer 180. Zit zo rond de 1,82. Dat is gewoon niet genoeg. Niet tegen Van Barneveld, niet als je wil winnen. Het gemiddelde van Van Barneveld is zeker niet slecht. Maar het zit nog niet tegen de beste gemiddeldes die er ooit in de eerste ronde gespeeld zijn. Dat record staat nog steeds op naam van Dennis Priestley. En dat dateert al uit 1993. We hadden toen 34,21 gemiddeld. Het gaat wel om een gewonnen wedstrijd in dat geval. 100. Van Barneveld op 81. Boel misschien. Nee, gaat voor de 7. Triple 14. Had wel dubbel 12 over door triple 13 met de laatste dart te gooien. En met Clark. Hij is nog niet op een finish aangekomen.